Om mensen over die drempel in te halen, want wat ik heb, wil ik hun ook geven, weet je. En dat ik ze ben het huilen nu, dat is emotie. Mensen hier die hier achter mij zitten, die zijn taalambassadeurs. En dat zijn eigenlijk mensen die zich inzetten om andere mensen te vertellen over hoe je moeite kunt hebben met lezen en schrijven. Ik vergeet heel veel DT's en heel veel spelfouten. Want ik had er moeite met hebben. Moet ik dat met twee B's doen of moet ik dat met één B's doen? Nou ja, en dat ken ik dus nu allemaal. We hebben een unieke aanpak. We luisteren namelijk naar wat iemand wil leren. Van wat wil je kunnen, waar loop je tegenaan en daar helpen we bij. En geef je op, echt waar, want het heeft zoveel met mij gedaan en met mijn gezin. Heb je hulp nodig? Wil je wat meer leren? Bij de BIEB kun je altijd binnenlopen, maar ook ik sta voor je klaar en onze ambassadeurs. Grijp die kans, het is gratis, het is anoniem, gewoon doen.